Hallo vriendje. Vandaag lezen we een verhaaltje uit het boekje Woezel en Pip, aftellen tot Sinterklaas. Hoor de wind waait door de bomen. Morgen is het Sinterklaasfeest. Woezel en Pip hebben er zo'n zin in. Ze hebben de hele dag Sinterwoezel en Pietje Pip gespeeld. En nu het eindelijk avond is, kunnen ze niet slapen van de spanning. En de wind die om het hok raast, helpt ook niet erg. Woesh, loeit de storm door de tovertuin. Het hondenhok kraakt ervan. Zou Sinterklaas wel naar de tovertuin komen? Vraagt Woezel zich bezorgd af. Nu het weer zo lelijk is? Natuurlijk wel, zegt Pip. Misschien is hij nu al in de tovertuin. Ze steekt haar hoofd buiten het hok. Er waait van alles door de tovertuin. Alles wat los zat, rolt nu over het gras. Er komt iets op Pip af. Ze duikt net op tijd weg als er iets het hok in rolt. Het is rood met goud en van zachte stof. De mijter van Sinterklaas! Woezel plukt er verbaasd aan. Dus hij is er echt al. Maar zonder mijter krijgt hij vast een koud hoofd. Pip kijkt naar buiten. De wind zwiept de bomen op en neer. Arme Sinterklaas! Straks krijgt hij het zo koud, bedenkt Woezel, dat hij niet meer in de tovertuin wil blijven om cadeautjes uit te delen. Dan gaat hij terug naar Spanje en komt er geen Sinterklaasfeest. De hondjes kijken elkaar geschrokken aan. We moeten iets doen, zegt Pip. We moeten de mijter terugbrengen. Ze pakt de mijter aan één kant vast en Woezel pakt de andere kant. De dappere hondjes gaan op weg, de mijter tussen hen in. De wind trekt aan de mijter, maar de hondjes houden hem stevig vast. Wat doen jullie daar? Zegt een zware stem. Woezel en Pip schrikken op. Ze halen opgelucht adem als ze in het vriendelijke gezicht van Sinterklaas kijken. Hallo Sinterklaas, zegt Woezel. We wilden uw mijter alleen maar terugbrengen. Samen met Pip houdt hij de mijter omhoog. Sinterklaas zet de mijter op zijn hoofd en lacht. Dat is lief van jullie. En nu jullie er toch zijn, willen jullie mij misschien helpen om de cadeautjes rond te brengen? Natuurlijk, roepen Woezel en Pip. Het paard briest. Pip strijkt over de zachte manen van het paard. We mogen toch wel mee op je rug? En of ze dat mogen. Het paard galoppeert met Sinterklaas en de hondjes op zijn rug door de slapende tovertuin. Eerst houden de hondjes zich nog stevig vast. Maar al snel rijden ze als volleerde paardenpieten op zijn rug en leggen bij alle vriendjes cadeautjes neer. Zelfs in de allerhoogste bomen kan het paard komen en daar leggen ze cadeautjes neer voor Vlindertje en Uiltje. Woezel en Pip knopen de cadeautjes goed met touw vast, zodat ze niet weg kunnen vliegen in de storm. Sinterklaas zet Woezel zijn mijter op en Pip een pietenmuts. Nu zijn jullie net Sinterwoezel en Pietje Pip, lacht hij. Ze gaan door tot er nog maar twee cadeautjes over zijn. Woezel staat op het eerste en Pip op het tweede. Weten jullie misschien waar deze vriendjes wonen? Vraagt Sinterklaas met pretoogjes. Pip gniffelt. Jawel, Woezel knikt. Dat zijn wij zelf. En wij wonen daar in het hondenhok. Het paard springt met een grote sprong op het dak. Dat gevaarlijk begint te kraken. Hier kunnen we maar beter niet te lang blijven staan, zegt Sinterklaas. Nu moeten jullie echt gaan slapen. Dan kunnen jullie morgen de hele dag spelen. Woezel kijkt verlangend naar zijn cadeautje. Mag ik niet heel even kijken of eraan voelen? Hij steekt de poot naar het pakje uit. Morgen, belooft Sinterklaas glimlachend. Nog één nachtje slapen. Woezel zucht. Oké. En dan klauteren de hondjes als echte pieten door het dakraam hun huisje binnen. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten, Woezel en Pip. En bedankt voor de hulp. Maar Woezel en Pip horen het al niet meer. Ze zijn uitgeput in slaap gevallen. Tot de volgende keer!